Welkom bij Iedereen kan haken. We gaan vandaag iets heel leuks maken, maar eerst wil ik jullie hartelijk bedanken voor het kijken. Naar Iedereen kan haken, duimpjes omhoog en abonneren, op de foto of op de rode knop klikken. Het is gratis, alle uitleg is gratis. Dus ja, waarom zou je niet abonneren, waarom zou je niet een kijkje nemen? Als je nog nooit gehaakt hebt, zelfs dan kan je leren haken. Het is echt leuk, ontspannend en ik heb zoveel leuke reacties van jullie. Dus ik zou zeggen, zet onder de video hele leuke of ja, gewoon de reacties. En dan, dan zal ik je nu vertellen wat we gaan maken. Dit is een Oeteldonkse bierhouder. En die bierhouder betekent gewoon dat je hier dus je glas in kan zetten met carnaval. En met carnaval heet Den Bosch Oeteldonk en daarom de kleuren rood, wit, geel. En vorig jaar heb ik er al heel veel gemaakt, alleen ik had het nog niet gefilmd en ik heb deze bierhouders ook iedere keer met carnaval weggegeven, omdat iedereen vindt het makkelijk. Je zet je glas erin en je hangt hem aan je om je hals heen of om je nek heen. En dan kan je hier je glaasje bier in kwijt. Maar dat is zo leuk ook om te maken. En het is makkelijk. Het begint met rond en dan stokjes. Maar ik ga het heel rustig uitleggen. En ik zou zeggen, veel haakplezier. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo! Deze bierhouder, of ja, een limonade kan er ook in hoor, maar er moet in ieder geval een glaasje in kunnen. En je kan natuurlijk een glaasje erbij houden. Maar ik heb hem gehaakt vanuit de onderkant en dan een toer stokjes en nog twee toeren stokjes. Maar ik heb eigenlijk twee toeren rood en een toer geel. En ja, ik ga het gewoon uitleggen en dan krijg je echt een hele leuke houder, zie je? Dus je hebt dus nodig, zal ik even vertellen. Ik heb nu van DMC Knitty voor 50 gram, maar dan kan je misschien wel 4 of 5 houdertjes van haken. Want hier zit op, even kijken, 50 gram. Ik heb rood en ik had nog een bolletje wit. En van toevallig een ander merk, weer van Sachemeyer, ook 50 gram. En daar heb ik de kleur geel. Dus even kijken of die erop zit. Hier zit 133 meter op, 133 meter en hier zit op. Even kijken hoeveel meter. Ja, nu wordt het moeilijker. 140 meter. Dus dit zijn bijna gelijk. Maar het zijn natuurlijk wel twee verschillende merken. En ik had natuurlijk nog een bolletje wit over. Dus met een restje garen kan je hem ook maken. En dan gaan we nog even vertellen dat ik haaknaald nummer 4 gebruik. En een schaartje. En dan gaan we gezellig beginnen. Tot zo! We gaan beginnen met de magische ring. Dus je legt de draad over je hand heen. En dan doe je de lange draad schuin onder je duim houden. En dan steek je je haaknaald onder die eerste draad en je haalt je draad op. En dan hou je zo je werk vast en je slaat om de haaknaald en je maakt 3 losse. Straks trek je aan de korte draad, trek je de ring dicht. 2, 3, dus dit is je beginstokje. Dan ga je 11. Zo laat je hem hangen dan. Ga je 11 stokjes maken. 1
2, 3, en dan ga je zo door tot het einde, totdat je 11 stokjes hebt. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo. Ik heb nu 11 stokjes gehaakt. En dan kan je aan dit begindraadje trekken. Zie je? Dan sluit je mooi je werk. Dan ga je in die bovenste 1, 2, derde lossen. Of gewoon hier tussen het eerste en het tweede stokje, dat kan ook. Maar ik sluit hem in de derde losse. Dan ga je in, je haalt je draad op en door 2, met een halve vast is dit. En dan heb je een heel mooi rondje voor de onderkant. En dan gaan we op elk stokje gaan we dadelijk een stokje zetten. Dus dan, daar gaat mijn achterwandje. gaan we een stokje zetten, maar we beginnen dus de toer met 3 lossen. En dan gaan we ook meerdere, dus we gaan in het eerste opening gaan we een stokje zetten. En we gaan op elk stokje een stokje zetten. En we gaan op meerdere, dus we gaan er 2 zetten. We hebben hier dus nu 1, 2, want je telt die eerste 3 lossen mee. En dan gaan we op die volgende steek gaan we 2 stokjes in 1 stokje zetten. 1, 2. En op de volgende opening ga je weer hier, even kijken of ik het goed kan zien. 2 stokjes zetten. Zo. En dan gaan we weer door tot het einde en daar sluit je weer de toer. Dan zie ik je zo weer terug. Tot zo. We zijn nu op het einde en we sluiten de toer weer hier bovenin. Pak je die steek en je sluit de toer. En dan gaan we even kijken. Ja, we gaan de draad afknippen. We hebben dus 2 toeren gedaan. En dan gaan we met geel verder, want je wil natuurlijk wel op rood, wit, geel uitkomen, dat het ook op kleur komt zoals je je houder hebt. Ik doe nog 1 keer omslaan en door de opening en dan pak je je schaar en je knipt af. Dus dit is de bodem en dan gaan we nu met geel verder. Nou, ik had al lekker veel garen gepakt, zie ik. Dan maak je weer een lusje. Je steekt je haaknaald erdoor. En dan gaan we dus op elk stokje een stokje zetten. Maar we gaan de toer beginnen met 3 lossen en we gaan hem eerst aanhechten. Dus je blijft gewoon hierboven, pak je de steek, de eerste steek. Je haalt je draad op, omslaan door 2. Dan kan je nog daarna dit hier aanknopen. Maar we gaan nu toer 3 beginnen met 2 lossen dan, want je hebt natuurlijk hier die vaste gezet. Dan telt dit als stokje. En dan gaan we in iedere steek hier. Goed zichtbaar is. Gaan we gewoon 1 stokje maken. En omdat we nu dus recht omhoog gaan, gaan we niet meer meerdere. Dus we gaan nu in iedere steek 1 stokje zetten. En zo vervolg je de toer. Oh, ik heb een geel achterwandje. Ik zet die even weg. Want het is beter te zien zo. Zie je? Op elke steek ga je een stokje zetten. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo. En je ziet ook dat het nu gaat krullen, want je bent natuurlijk
met die onderkant bezig. En het rekt ook altijd lekker mee straks hoor, dus je hoeft niet bang te zijn dat het te klein wordt. Nog een laatste steek. Zo. En dan gaan we nu de toer sluiten in die bovenste met een halve vaste. Zo. En dan gaan we nu dus een los stokje doen. Dus dit is 1, 2, 3, de vierde toer. Pakken we, maken we 3 losse. Dan gaan we een losse doen. Dus we doen nog 1 losse. Dan slaan we dit stokje over en we pakken de volgende. 1 losse. Je slaat deze over en je pakt de volgende. 1 losse. Je slaat deze over. En je pakt de volgende. 1 losse. Je slaat deze over en je pakt de volgende. 1 losse. En zo maak je de hele toer af en dan krijg je dit effect dat je een beetje leuke openingen krijgt. Dus dan zie ik je zo weer terug. Tot zo. We zijn nu op het einde van de vierde toer. En je hebt dus een stokje in de ene laatste stokje gedaan en een losse. En dan gaan we nu de toer sluiten. 1, 2 hierbovenin in de derde. Daar gaan we de toer sluiten. Je haalt je draad op en je haalt door 2 lussen. Zie je, dan heb je hier een opening en hier een opening. En dan gaan we nu naar de 1, 2, 3, 4, de vijfde toer met 3 lossen. En dan gaan we in elke steek een stokje zetten. Dus we zetten in de opening een stokje. En we zetten een stokje op het stokje. We zetten in de opening een stokje. En we zetten een stokje op het stokje. En dan zie ik je op het einde van de vijfde toer. Dan zie ik je weer terug. Tot zo. We zijn op het einde van de vijfde toer en je ziet dat we dan ook gaan afhechten, want hier, dit is de toer met de stokjes. Dus we pakken hier boven de bovenste steek. Je haalt door 2 lussen. Nog een keer omslaan en door de lus. Je pakt je draad en je haalt door. Kijk, en al die draadjes die kan je ook meteen wegwerken, maar ik pak nu dus wit garen. Je maakt een opzetlus, steekt je haaknaald erdoor en nu gaan we op elke steek een vaste zetten. Ja, ik heb dit hier ook gedaan. Op elke steek een vaste. Dus toer 6. We steken in de eerste steek in. Je pakt je lange draad. En dan zet ik weer het achterkantje neer, want nu ben ik met wit bezig. En dan haal je de draad op, omslaan door 2, trek een beetje aan je draadje, die knoop je straks lekker vast, dan ga je het afhechten en dan doe je 1 losse en dan gaan we in elke steek een vaste zetten. Dus in elke steek een vaste. En dan zie ik je op het einde van toer 6, daar zie ik je weer terug. Tot zo. We zijn op het einde van de zesde toer. In elke steek een
vasten en we sluiten de toer hier in de eerste steek, draad ophalen en je sluit hem. Dan ga je 3 lossen doen. En dan gaan we op elke steek een stokje zetten. En ik zie dat ik deze steek mee moet pakken, anders krijg ik echt een opening, dus sorry. Ik pak even de eerste steek mee. Dit is al de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e toer. Dus toer 7 op elke steek 1 stokje en dan zie ik je op het einde weer terug. Tot zo! We zijn op het einde van de 7e toer met stokjes en we sluiten de toer weer met een halve vaste. Dan gaan we 1 losse omhoog. Met de 8e toer gaan we, kijk, ik zal even vast het glas erin zetten. Zie je, het sluit mooi aan. En de 8e toer is alleen maar vaste. Dus we gaan de 8e toer beginnen met 1 losse. En we pakken de eerste steek. Daar zetten we een vaste in. En weer een vaste. En dit is de hele toer vaste. Als het te snel gaat, zet de snelheid langzamer. Ik heb ook nog ondertiteling op de video's, dus dan kan je dat ook altijd volgen. En zie ik je zo weer terug. We zijn op het einde van de 8e toer. Je sluit de toer. Je haalt je draad op door 2. En ik ga pak hem nog een keer mijn draad op en ik ga hem afknippen. Het was het einde van de 8e toer. Dan gaan we nu met rood beginnen. Dus dan pak je je rode wol, je legt er een knoop in. Dan gaan we aan de 9e toer beginnen. Je zet de haaknaald in de eerste steek. Je pakt je lange draad. Je haalt door, omslaan door 2. Dan doe je nog 2 lossen. En dan gaan we op elke steek een stokje zetten. En dan zo sluiten we dadelijk de toer, dus ik zie je zo weer terug. We sluiten de 9e toer. Even weer het glaasje terug erin. We sluiten de 9e toer nu. En dan gaan we nu aan een stokje, een losse, een stokje beginnen. Dus we gaan met 3 lossen. En nog een extra losse voor de opening. We slaan dit stokje over en we gaan in de volgende. Dus toer 10, een losse. Deze slaan we over en in de volgende. 1 losse. 1 slaan we over en in de volgende. En dit doe je de hele toer en dan zie ik je op het einde, zie ik je weer terug. Tot zo! We gaan de 10e toer sluiten in de 1, 2, 3e opening. Je haalt je draad op
en door de lus. En dan gaan we nu even nadenken, 5 stokjes maken en een vaste. Dus in iedere opening eerst 5 stokjes, dan een vaste, 5 stokjes, een vaste, 5 stokjes. Dan gaan we nu 1 vaste doen, dus 1 losse, dus dit is het begin van toer 11. Dan gaan we in de eerste opening gaan we, en we gaan eerst 2 losse doen, sorry hoor, 2 losse toer 11. Dan gaan we in de opening gaan we 5 stokjes doen. 1 2 3 4 5 en in de volgende opening doe je een vaste. En dan ga je in deze opening weer 5 stokjes doen en in de volgende opening een vaste. En dan krijg je dit leuke randje. En dan zie ik je op het einde van toer 11, zie ik je weer terug. Tot zo. We zijn nu op het einde van de 11e toer. Ik kwam wel een beetje uit dat ik nog een boogje extra, maar dit is toch een sierrandje, dus dat is niet zo erg. Dan gaan we de toer weer sluiten. Haalt je draad op en je sluit de toer. Ik haal nog een keer om en ik haal door de lus. Je pakt je schaar, knipt af en je trekt de draad door. Zo. En dan ga je je glaasje pakken. Zie je? Dan krijg je geen koude handen met carnaval, want je hebt lekker een hoesje om je glaasje heen gemaakt. En dan gaan we nu aan het koord beginnen. Dan zie ik je zo weer terug. Tot zo. Nou, een centimeter is ook wel makkelijk om erbij te hebben. Ik heb net even deze hoe heet het, het koord gemeten. En dit is 45 keer 2, 90 centimeter. Dus het koord voor om je nek te hangen is 90 centimeter. En dan begin je eigenlijk, ik kan heel moeilijk zeggen hoeveel steken het zijn, maar ik begin dus met, ja, waar zal ik beginnen? Met rood. Met rood begin ik het aantal steken op te zetten met een opzetlus. Maak dus een opzetlus en je gaat tot 90 centimeter losse maken. En ja, ik ga ze niet meer tellen, want het heeft ook weinig zin om je steken dan te tellen. Dus je haakt een ketting voor ja, om aan je houder te maken van, ja, hoeveel losse zijn het, tot 90 centimeter. Dus je houdt je centimeter bij. En dan is dit je ketting. Tot zo. Als je klaar bent met je opzet losse ketting van 90 centimeter, dan pak je eigenlijk wat je al gehaakt hebt aan de houder. Dit is weer een ander kleurtje, maar het is allemaal hetzelfde steken. Dan haak je hem meteen eigenlijk aan die rand vast, want dan heb je die al, ja, heb je het in ieder geval al vastgezet. Dan pak je even gewoon de zijkant een de opening, steek je haaknaald erdoor je slaat je draad om, je haalt door, omslaan door 2. Dus dit is een vaste. Nou, dan heb je deze kant al vastgezet. Dan doe je nog een keer voor de stevigheid erin steken, draad ophalen, omslaan door 2
En dan ga je eigenlijk, ja, je mag het weer keren, want dan heb je weer je ketting aan de linkse kant. En dan ga je in iedere steek een vaste zetten. Dus in iedere steek ga je een vaste zetten. Je steekt in, je haalt je draad op, omslaan en door 2. Je steekt in, je haalt je draad op, omslaan door 2. Je steekt in, je haalt je draad op, omslaan door 2. En op het einde, dan gaan we hem ook aan de houder vastzetten. Aan deze kant, weer aan de andere kant. Dan leg je hem eigenlijk zo dubbel. En dan gaan we hem aan deze kant vastzetten. Maar eerst gaan we nu even deze hele beginketting met vaste maken. En dan zie ik je dadelijk weer terug. Tot zo. Ik ben nu klaar met de hele rij vaste. En dan leg je eigenlijk de houder zo plat op elkaar neer. En dan zorg je dat de houder of het koord niet gedraaid is. Ik haal even de haaknaald eruit. En dan pak je precies die zijkant. Dan steek je je haaknaald in. En dan ga je weer door de lus van het koord. Even draadjes wegwerken. Zo. En dan haal je je haaknaald door. En dan zet ik hem heel even vast met een halve vaste. En kijk of ik het goed kan laten zien. Ga ik nog een keer door de opening en haal ik nog een keer mijn draad op en dan doe ik nog een keer een vaste. Kijk dat het goed vast zit. En even spieken. Ja, dan gaan we met de witte garen verder en dan met het gele garen. Dus ja, deze hecht je netjes af. Nog een keer de doorhalen. Je pakt je schaar, je knipt af en je trekt het door de lus. Wil je nou dat het goed vast zit, ja, dan naai je hem nog een beetje met een stopnaaldje vast. Maar nu ga je dus met wit garen verder. Nou, dan pak je witte garen, je maakt een lusje. Die steek je ook erdoor, door die opening. Dan pak je je draad. En die zet je ook vast. Je haalt hem dus door. Omslaan door 2. Kijk, en straks kan je die draden ook nog even vast, goed vastknopen. En dan ga je weer een vaste op iedere vaste zetten van het koord. Even goed de bovenkant pakken. Je steekt dus in de eerste steek in en je haalt je draad op en omslaan door 2. En zo ga je in iedere steek, en dan moet je wel 2 lusjes, ga je een toer wit maken. Even goed 2 lusjes pakken. Kijk, en dan op het einde doe je hem weer vastmaken. En dan pak je nog een toer vaste met geel. Dus straks als hij af is, dan zal ik het laten zien hoe het eruit is komen te zien. Maar ja, dit is eigenlijk hetzelfde idee. Dus je zet hem echt eerst vast aan de ene kant. Dan maak je met rood allemaal vaste. Dan zet je hem aan de andere kant vast.
dan pak je het witte garen, daar ga je weer een toer vasten en dan ga je het gele garen pakken en zo heb je het hengsel aan de houder gehaakt. Dus ik zou zeggen heel veel haakplezier met deze, ja, voor het is een Oeteldonkse bierhouder, dus ik zou zeggen ik hoop dat ik er heel veel tegenkom met carnaval of met 11/11 en ik zou zeggen dankjewel voor het kijken, graag de duimpjes omhoog en tot de volgende video, tot ziens.